Beste collega's van de luchthavengemeenschap, chers collègues de la communauté aéroportuaire. 2020 was voor ons allemaal een extreem moeilijk jaar. De coronacrisis heeft onze sector zwaar getroffen en had een grote impact op heel onze gemeenschap. Op het werk of thuis, niks was nog zoals voorheen. Heel wat vliegtuigen bleven aan de grond. De terminal bood een verlaten aanblik. De parkings waren leeg. Winkels en shops bleven dicht. En terwijl onze cargoactiviteiten op volle toeren draaiden, werd tijdelijke werkloosheid de norm voor velen van ons. Sommigen verloren jammer genoeg hun baan. En ik denk hierbij speciaal aan onze collega's van Swissport. Dit alles weegt erg zwaar. Durant toute cette période, incroyablement complexe et incertaine, nous avons malgré tout permis à un nombre limité de passagers de voyager, en priorité pour les rapatriements, les regroupements familiaux et les voyages essentiels. Nous avons continué à les accueillir avec le professionnalisme et l'hospitalité qui nous caractérise. Grâce aux boutiques et restaurants qui sont en partie restés ouverts malgré le très faible taux d'activité, les voyageurs ont pu prendre un café, se restaurer ou effectuer les achats nécessaires avant de prendre l'avion, en respectant toutes les mesures de sécurité et d'hygiène. Un exploit quand on pense à toutes les nouvelles contraintes auxquelles il a fallu nous adapter, semaine après semaine. Porter le masque, respecter les distances sociales, appliquer les gestes barrières, intensifier le nettoyage des nombreuses surfaces de notre aéroport. Nous avons d'ailleurs été un des premiers aéroports à implémenter dès le mois de juin les mesures sanitaires prônées par l'Europe et à recevoir la certification sanitaire de l'Association européenne des aéroports. Et ça, c'est vraiment remarquable. Van haar kant deden onze cargoactiviteit het bijzonder goed in 2020. In eerste instantie speelden we een aanzienlijke rol in de bevoorrading van ons land met medische middelen en bederfbare voedingswaren. En ook in het transport van online aankopen. Vervolgens kon onze luchthaven haar positie bevestigen als wereldspeler voor het transport van vaccins. Een expertise die we sinds een tiental jaar hebben opgebouwd en waarvoor we in de hele wereld erkenning krijgen. Ik was zeer trots en zelfs ontroerd op die koude ochtend in november om het allereerste transport van Pfizer-vaccins te mogen meemaken vanop onze tarmac. Een wereldprimeur en een historisch moment. Zoals jullie zien, heeft deze ongeziene crisis dag na dag een grote flexibiliteit van ons gevraagd en ook heel wat inzet. Iedereen heeft, elk op zijn niveau, te maken gekregen met talloze uitdagingen en heeft zich mee ingezet om onze gemeenschap overeind te houden. We mogen hiervoor trots en dankbaar tegenover elkaar zijn voor alles wat we samen hebben gerealiseerd. Wat een prestatie. Proficiat daarvoor en dank je wel. Het jaar 2020 ligt eindelijk achter ons. We moeten ons nu naar de toekomst richten. Met de start van de vaccinatiecampagne zien we vandaag het licht aan het einde van de tunnel. En elke dag komen we een stap dichterbij. Laten we het nieuwe jaar inzetten met een flinke dosis optimisme en heel veel energie, zonder de hindernissen die we nog moeten nemen te minimaliseren. Car tout ne va pas redevenir comme avant. Cette crise est une opportunité d'accélérer un certain nombre de changements dans notre industrie pour faire face à l'urgence des enjeux climatiques et reconstruire autrement, mieux. Pour les semaines et les mois à venir, qui nous promettent encore des défis importants, le premier vœu que nous pouvons faire est de rester tous en bonne santé. Continuons à déployer notre énergie et notre persévérance pour faire face à cette crise, tenir bon et avancer vers cette renaissance que nous attendons tous. Très bientôt, un centre de vaccination sera installé dans le Sky Hall. Après le COVID Test Center ouvert en septembre, c'est une nouvelle contribution de Brussels Airport aux besoins de notre pays. Et du côté cargo, nous continuerons à travailler d'arrache-pied pour acheminer des millions de doses de vaccins dans le monde. Laten we hopen dat het nog nieuwe jaar onze positieve vooruitzichten brengt. Dat we tegen de zomer opnieuw miljoenen passagiers kunnen verwelkomen. Passagiers die ervan dromen hun vrijheid te herwinnen en weer op reis te mogen gaan. Voor vakantie of voor het werk. Dat ze kunnen vertrekken zonder zich zorgen te maken voor hun gezondheid. Dat ze blijgezind terugkomen met een koffer vol fantastische herinneringen. Die net omdat ze de voorbije tijd zo schaars waren, des te waardevoller zullen zijn. Laten we trots zijn op wat we hebben verwezenlijkt. Laten we vastberaden doorgaan en nog beter doen. Samen, als één blok en solidair. Tot binnenkort. À bientôt.